Hey, Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training video nummer 3. Heb jij de vorige overleefd? Video 2. <laughs> ja, dat was jouw eerste blik op Blender. En je hebt een start-up file gemaakt. Opgeslagen op je PC in je gloednieuwe map waar alles terecht gaat komen. En Blender ingesteld dat als Blender opent, die altijd in mijn favoriete indeling terecht gaat komen. Dezelfde indeling als dat ik ook in deze rest van de training ga gebruiken. Maar voordat ik weer allemaal ga praten over al die schermindelingen en Blender instellingen van deze video, is even lekker creatief kijken naar de. Tekening, een paar tips die jij moet weten voordat jij het potlood maken. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender-doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt en laat eens een leuke reactie achter. En de eerste tip is teken gewoon lekker. Plat. Gewoon lekker plat. En daar bedoel ik mee, dus niet in perspectief. Kijk, heeft Chris ook gedaan? Een uh, zee. Gewoon een soort van van voren. Straaljagers zonder enige vorm van perspectief. Aliens en objecten en een heleboel dingen. Kijk, en die perspectief, dat komt vanzelf wel als jij in 3D in Blender gaat werken. En als jij een platte tekening maakt, kan je de modellen en de poppetjes ook gebruiken voor het modelleren. Een beetje overtrekken, zeg maar, in Blender. En dan uh, extruden. En dan komt die perspectief en diepte dat komt vanzelf wel. Dus maak je niet druk over perspectief of diepte of wat. Wat dan ook. Teken gewoon plat. En de volgende is binnen of buiten. Kijk, het maakt mij geen biet uit wat je verzint. Het is jouw ding. Het is jouw creativiteit. Nou, hou het braaf of uh, maak een politiek statement. Weet ik het wat. Maar bedenk eventjes of je het binnen of buiten wil. En buiten is gewoon makkelijker dan binnen. Waarom is dat zo? Omdat buiten gewoon een oneindige ruimte is van het niks waar je allerlei objecten in kan plaatsen. En als je binnen doet, dan moet je toch rekening houden met muren, deuren en ramen. Maar op zich, het kan wel, maar dan moet je meer denken dat we uiteindelijk animatie op een blokje neerzetten. En dat we dan niet vier muren neerzetten, maar twee. Zodat je er wel goed naar binnen kan kijken. Maar als je per se binnen wil. Met muren, deuren en ramen. En misschien een dak. Um... By all means, leef je uit. Maar als je aan de veilige kant wil zitten, ga gewoon voor iets dat zich buiten afspeelt. Gewoon uh, op aarde of in een andere planeet. Of uh, ergens uh, in de ruimte met sterren en planeten op de achtergrond, whatever. Maar buiten is gewoon net even wat makkelijker. Dan binnen. Next is een effe achtergrond. En dan bedoel ik dus een achtergrond van één kleur. En in Blender kan je dat natuurlijk nog wat beetje verfraaien. En één kleur is ook gewoon een stuk makkelijker. Kijk, in Blender verfraaien bedoel ik dat ik wel een overgang heb gemaakt. Kijk, als ik naar. Van onder naar boven kijk is het wat witter en van onder naar boven naar beneden is het blauw. Je kan dus, hier zie je dat, een, een gradient maken in deze wereld. Dat leer je allemaal nog wel. Maar in je tekening kan je dus gewoon lekker een effe achtergrond uh, gebruiken of een kleurovergang. Maakt niet uit, maar ga niet aan de gang met allerlei details. Gewoon. Houd het simpel en maak een effe achtergrond. En dan eventjes over objecten. En heel simpel, doe er gewoon lekker veel. Hoe <laughs> meer of eh, beter, maak er een enorm grote chaos tekening van. En ga helemaal los. Je ziet hier ook de tekening in, tekening in Christen, die, die, uh, ja, de Chris. De objecten die die tekent, zijn gewoon echt super simpel. Boeien of je tekenskills hebt. Maar bedenk er gewoon lekker heel erg veel. Want in Blender kun je één poppetje maken en die dan aanpassen naar een ander type poppetje. Dus je hoeft niet bij elk poppetje helemaal overnieuw beginnen. Object objecten poppetjes weet ik het, wat al niet meer kun je kopiëren een beetje aanpassen maar ga gewoon lekker los en bedenk gewoon heel erg veel objecten en de volgende is slow motion en uh, hier heb je de server die van de golf afvalt en dan in de animatie uh, even kijken of ik hem hier snel kan vinden where is the dude daar dus ik ga op inzoomen. Kijk, deze server die valt van de golf af. Ik pak even mijn trio. En die beweegt zich maar heel erg in slow motion. Vrij door de lucht. En, en dat is ook wel heel erg handig om dat uh, in je tekening al mee te nemen. Want iets maken wat letterlijk over een ondergrond loopt, waarbij de benen dus kloppen met ondergrond, dat hij niet zeg maar zo eroverheen slijt, is gewoon veel ingewikkelder. Een poppetje maken wat langzaam, met kleine bewegingen zo in een soort van slow motion door de lucht heen beweegt, is gewoon veel makkelijker animeren. En we hebben het wel over jouw eerste Blender project. En natuurlijk heb je allerlei mega creatieve ideeën die je uit blenden wil halen, maar hou het voor nu een klein beetje simpeler. Bedenk gewoon een chaoswereld en bedenk dat de bewegingen van die poppetjes gewoon heel erg klein zijn. En dan in een soort van slow motion achtige animatie gaan we dat maken. In een vervolgtraining ga ik je zeker leren hoe je die poppetjes kan riggen. met botten en skeletten en zo. En dat ze dus wel ergens overheen kunnen lopen, objecten kunnen pakken, loslaten en al dat soort dingen. Maar voor nu hou het gewoon alsjeblieft een beetje simpel. En ga aan de gang met poppetjes die zich ja, in slow motion door de wereld bewegen. Dus. Hoe ze bewegen maakt niet uit. Maar hou het een beetje klein en in slow motion en vrij. Gaan we door met simpele kleuren. En dit is een kleurenpalet. De kleuren die ik uit de tekening van Chris heb gehaald. Dat is later handig in Blender voor het maken van materialen en zo. En trouwens, Chris heeft het gewoon met een potlood op papier getekend. En dat heb ik ingescand en in Krita. ...heeft hij dat allemaal ingekleurd. Dus met een digitaal tekenpennetje. Dus vandaar dat je gewoon hele solid kleuren ziet. En dat is heel erg leuk om het gewoon op die manier in te tekenen op de computer. Maar het hoeft ook niet per se eigenlijk. Je kan ook gewoon met oldschool loaden aan de gang. Maakt niet uit. Maar hou de kleuren simpel. En dus uh, één object uh, grijs. En kijk, we gaan wel een mondje tekenen. Ik ga jou leren hoe je uh, op objecten kan schilderen zeg maar in Blender. Dus het, we gaan wel een beetje die kant op. Maar... Dit is een beetje het thema van deze video. Hou het gewoon lekker simpeler en dus ook die kleuren. En als je in Blender kijkt, wat ik bedoel met uh, simpele kleuren. Kijk, het zwemboek blauw, uh, poppetje één kleur, uh, huidskleur, raket uh, groen met donkergroen. Um, de zee gewoon blauw uh, en gele flis. Want Blender is al moeilijk genoeg, dus hou de kleuren al lekker simpel. En de laatste is niet te veel details. Uh, dus ook daar weer, hou het gewoon simpel. Ga niet los met hele priegelige details. Maar hou de tekening gewoon lekker simpel en vrij en spontaan en grappig of prikkelend of wat je ook maar wil. En als ik in blender laat zien. Ja, kijk, dan heb ik hier de vogel eventjes in beeld gebracht. De vogel met de telefoon. Want de stijl die we gaan gebruiken, heb ik in ieder video's ook al gezegd, is dus een low poly. En poly kan je vertalen eigenlijk met punten en een object bestaat uit punten, randen en vlakken en hoe meer je daarvan hebt hoe ronder organischer en dus eigenlijk ook realistischer een object wordt maar daar hebben we lekker poegjes schijt aan want wij gaan een, een, een hele animatie maken in de vorm van een low poly want eh, zoals eerder gezegd dat vergt minder rekenkracht van je computer en het is ook wat makkelijker maken eh, meer gestileerder meer vrijer dus eh, ja, je kan in je tekening helemaal los gaan op heel erg veel details, maar in Blender gaan we er allemaal weer uitgooien, want we gaan gewoon aan de slag met de simpele materialen en kleuren en dat soort dingen, dus ook niet te veel details. Heel even over vuur en rook. we je het hebt over niet te veel details. Kijk, vuur kun je gewoon maken. Dat is gewoon een object eigenlijk. En die geef je dan wat extra. Maak je het object zo dat hij ook licht geeft en dat hij een beetje doorzichtig is. En op die manier kun je vuur maken. Maar wat ik je ook ga leren is hoe je rook kan maken. En rook is in Blender een volume uh, metric object. En ja, kijk, net als deze wolk. De rest van de materialen zijn gewoon hard, maar die wolk is een beetje puffy. Dus dat ga ik je ook leren. Dus maar maak je niet druk over vuur en rook. En gebruik dat juist. Want dat ga ik je leren hoe je dat in Blender kan maken. En ja, welke chaos -tekening hoort niet een beetje vuur en rook? Toch? alright, tijd voor jou om je potlood te slijpen en een papiertje te pakken. Ga aan de gang met jouw tekening. En dan gaan wij samen alle komende video's die tot leven brengen in Blender. In de volgende video meer over navigeren in Blender. En ik zie je daar. Maak het.